Ja, een beetje mismoedig was ik. Ja, na dat politieke onder onsje op RTL. Ja, waar ze dan het woord debat op hadden geplakt. Ja, wat een aanfluiting zeg. Er stonden een paar mensen keurig een lesje op te zeggen. Nou, het lijkt wel een soort nationaal dicté. Jongen. Dat kon voor geen kanten zeg. Maar ik werd daar natuurlijk heel erg treurig van. Want ik dacht bij mezelf, ja, kijk, die zitten elkaar keurig allemaal een balletje toe te spelen. En wat ik al gezegd had. En dan, ja, dan zijn we tot hun veroordeeld. Ik denk, ja, dit is het dan. Dat wordt omzicht natuurlijk voor VVD. En Timmermans, de groengoeroe. En daar zitten we dan. Ook nog eens een keertje aangevuld met, nog erger, ja, met Knulletje Klaver. En Atje Dubbel T. Ja, nou zeg. Dus, en ineens, vrienden, vanmorgen word ik wakker. Ja, en wat voor een bericht zie ik. Tada! Ja, daar is die. Hoppakee. Ja, dat zag ik staan. Ja, liever met Wilders dan met Timmermans. En toen dacht ik, ja, dat is de oplossing. Dat was even een keurige peiling van één vandaag. En die hadden eventjes aan de mensen gevraagd. Ja, wie willen jullie dan in een kabinet bij elkaar? En wat blijkt, ze willen dus wel de VVD. En Omtzigt, die moeten dan in het kabinet, ja. Maar het liefst, vrienden, en hier komt de oplossing. Overrechts, ja, 48% van de Nederlanders wil dat. Maar dat niet alleen. 70% van de VVD wil dat. Die willen dan samen met PVV en de BBB. En 60% van de Club van Omtzigt, die willen dat ook. Die willen ook met Wilders en met de Caroline. Nou, hé. Hey. Ja, en het wordt wel tijd dat die politici een keertje naar de mensen gaan luisteren. Want dat hebben ze dus de vorige keer niet gedaan. En er wordt nu wel verzocht of ze een keertje naar de mensen willen gaan luisteren. Ja, dus 70% bij de VVD en 60% bij die Omtzigtclub. Die willen gewoon dat Wilders en de Caroline en die willen niks met Timmermans te maken hebben. Nou, dus wat gaan we doen, vrienden? Zoveel mogelijk ballen moeten er dus op Wilders en op de Caroline. Ja, die moeten we dus zo groot mogelijk maken. Zodat dus die Omtzigt en die VVD er niet omheen kunnen om met hun in gesprek te gaan en met hun te gaan samenwerken. Ja, zo moet het gebeuren, vrienden. En niet anders. Minder praat.